ik niet thuis. Nog niet, maar we zijn iets groot van plan. We zijn namelijk van plan om kerstkaartjes te maken, want dat jullie wel weten. Mijn zoon is van meisje naar jongen gegaan. Al respect voor natuurlijk, want dat is mijn zoon ook voor de andere mensen. En ik dacht, zo als we nou eens speciale kaartjes maken voor kerst, want het is toch wel een beetje zijn eerste kerst. Dus als jongen natuurlijk. En de weergeulen hebben mij goed verstaan dat we een kerstkaart gingen maken, want het is namelijk ons tweeën. En als het ons nieuwe is, dan moeten we er zeker op profiteren. Dus ik hoop dat mijn zoon snel thuis komt en dat we wat foto's kunnen maken. Want ja, wat is er schuurder dan een kerstkaart met sneeuw? Dat gebeurt niet vaak. Ja, in mijn tijd, toen in de jaren 70, dan was er vaak sneeuw. Dan konden ze een klok op gelijk zetten en werd winter aan het sneeuwt. Maar ja, tegenwoordig gebeurt dat niet meer, hè. Dus daarom dat ik hoop dat mijn zoon snel thuis is. Ik denk dat ik de deur aan hoor alleen. Hij zal er voor ons zijn. Mama, ik ben thuis. Ik ben thuis. Goh, het is koud buiten, mama. Het is echt koud. Het is aan het sneeuwen en zo. Wel leuk, echt heel leuk dat het aan het sneeuwen is. Want dat is heel lang geleden en ik hou wel van sneeuw. Dus ik hoop dat we straks een sneeuwman kunnen maken. Maar het is echt wel koud en ik was mijn handschoenen en mijn muts vergeten, mama. Dus ik hoop niet dat we nog heel lang in de kou moeten gaan staan. Want u was iets van plan, u stuurde mijn sms dat je iets ging doen, mama. Wat ga je doen? Ah, wel, schön. Ik zal het toch even uitleggen. We gaan namelijk kerstkaartjes maken. En ik heb uw schoon kostuum al klaargelegd. Die hebt je gekregen van uw zus met uw verjaardag. Dus die kunnen jij perfect aandoen. Dat is ook nog wat dik. Maar de bedoeling is eigenlijk, schön, kom maar even met me mee. Dat we dat gaan doen in de sneeuw. Want nu dat het sneeuwt, wat even al laten zien aan de mensen. Als de mensen ook al denken, niet van, allee, die vrouw is het gebeurd. Ja, je bent dat gebeurd. Kijk, dat is het. Momenteel aan het sneeuwen. Schoon, hè. Ik vind het ook heel schoon. En daarom hebben we beslist om dus de kerstfoto's daar te doen. Dus, Jim, doe dat maar snel aan. Dan kunnen we zo snel mogelijk beginnen. Want de temperaturen die gewoon blijven dalen. Die gaan niet omhoog. Ook niet als jij buiten staat. Jim, maar ik heb het al in zijn schuur. Een kolkje. Mijn kolkje goed leggen. Ik zal mijn kolkje goed leggen. Zo. En dan moet ik naar buiten gaan. Want dat gaat koud zijn. Even de rot leggen, Steven. Anders gaat het zeer donker zijn buiten. Zo. Voilà. En dan hebben jullie toch een beetje zicht dat ik... Ik sta dus buiten, ja. Met deze sneeuw. Het blijft toch al een beetje liggen. Dat is toch al iets, hè. Ik ga zien waar ik die kan opzetten. Even hier opzetten. Als je wat licht en dan moet je nog een foto maken van haar. Eerst dat heb ik het dicht en dan dat heb ik het open. Zodat je echt ziet dat jij er niet onder gebeurd zit. Ik zou misschien mama een kerst beetje sneeuw pakken. In die geval misschien op. Dat is misschien ook wel goed voor de foto. Dat we een beetje sneeuw al in de handen hebben. Het plakt wel goed, moet ik wel zeggen.
Dat is schön, dat is goed, dat is goed. Nou, ook dingen open. Nog een kort zin. Zo. Een beetje kunnen. Ja, ja, sexy hoor. Sexy in een oud. Kan dit dan een beetje doen? Dus de foto's zijn genomen, denk ik. Zij de foto's heeft mijn zoon getrokken. Ja, die mag zich even opwarmen. Voordat hij een valling krijgt, dat willen we niet. Hè. Een valling. Dus ik ga de computer nu opstarten. En dan gaan de foto's gaan ik in het programma erten. Zodat we schone kerstfoto's hebben van zijn eerste kerst. Want dat is natuurlijk wel superleuk. Dus dat gaan we eventjes regelen. Nou, dat vast je nog niet. Dat is normaal als je bij opslagen moet staan. Nee, dat is niet juist, hè. Dat is niet juist. Dat mag weg. Deze nemen we. Ah, nee. Met wat sneeuw op het gezicht. Draai ze. Nou, mama. En daar is ze. Nou, mama, perfect, perfect, geperfect. Dan gaan we die opslagen. Collectie opslagen. Dan gaan we naar Weerhoven. En dan gaan we eens kijken naar waar dat die moet staan. Hè. Ja, want de man doet met de schoen dit allemaal. Hè. Dit is allemaal de eerste keer voor mij. Hè. Video's. Hier stort die. Dan gaan we eens even kijken, waar zien we dat hier allemaal staan. Eventjes erten. Hier moet je het weer geven. Zo, die wordt hij dan. Sil. Eerste. Eerste kast. Nou, dat is verkeerd geschreven naar mensen. 14 euro. Eerste kast, dat is wel beter. Hè. Dan zetten we dat hierop. Zo. Nou, misschien een andere kleur. Rood. Voilà. En dan slogen we dat op. Opslagen. Zo. Een vinger van mensen, schoenen. Maar ja, is dat nog zo schoon met de schoenen?